Willem, durf dat niet zo goed. En nu moet je je mond houden. Maar goed. Dus ik voel dat Sam wil het doen. Nou, oké, ik durfde het niet helemaal aan. Ik zei, je moet wel bij me zijn. Ik zei, nou, doen we dat, hè, bij je. Leuk, gezellig. Allemaal leuk en aardig. Dus, wat gaat Sam nou doen? Sam zingt een liedje. En ik begeleid hem op de piano. Nou, heb ik net tegen Sam gezegd, want die jongen is heel zenuwachtig. Zoals Sam, kerel, neem even een kopje thee. Ga rustig zitten, ik ben even naar de wc. Dus Sam, die denkt nu dat ik naar de wc ben. Dat ben ik natuurlijk niet, want ik ben hier. Vandaar dat ik ook niet omgekleed ben. En dan ga ik hem zo halen. En dan zou ik het heel fijn vinden als u net doet of dit niet is gebeurd. Het is natuurlijk zo, die jongen is heel zenuwachtig. Die heeft er wel zin in, maar ja, hij schaamt zich kapot als ik weet dat als hij weet dat ik het volgende heb gepraat. Namelijk, of u als ik straks opkom weer door diezelfde deur, een hartverwarmend applaus voor Sam wil geven. Omdat hij het dan alleen dan denk ik pas echt goed aan kan. En nou ja, ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Dat wil ik eigenlijk ook even oefenen. Dus dan gaan we. Ik en Sam komen binnen. Hallo, oh. Dat kan dan ook mee doen. Daar zit het. Dat wordt leuk en aardig allemaal. Maar dus ik ga hem zo halen als ik deze verrekte schoenen aan heb. Dan komt het allemaal dik in orde, hoop ik. En nou, oké. Okay. Insteken, doorslaan. Zo. Oké. Zo, en zo. Oké. Nou, dan ga ik nu maar. Dus jullie weten het wel, als ik terugkom dan. Mooi. Zo. Zijn ze klaar? Het zit zo. Ben jij er klaar voor, Sam? Ja, helemaal, absoluut. Ja, koffie, jong. Ja, daar is zeker geweest. Ik denk dat het verstopt. Het was een erg lange rol. Ik kwam naar boven krijgen. Godsgruw. Oh ja. Ik heb dit schoen hier gemaakt. Beta. Ja, heb je niet te veel gedronken dan? Want we weten wat er gebeurt als je te veel drinkt en zenuwachtig bent, Sam. Het was precies goed. Precies goed. Nee, Sam, ik ga niet weer kwijten. Dus, weet je wel, de vorige keer ging het ook al mis. Ik wil nu echt gewoon. Weet je wel, zorg dat het goed gaat. Als we gaan gesteld deze keer. Oké, dus het komt allemaal goed. Helemaal goed. Heb je zin in? Ah. Oké, we gaan. Dus, Oké, we gaan. 1, 2, 3. Was dat nou oud applaus? Ja, ik vond het ook een beetje mager. Ja, nog een beetje wacht. Even bij voorbaat. Let niet al te veel op de pianist. Hij is een beetje gestrest laatste tijd. Een beetje veel in zijn hoofd. Kan ze een beetje op het overkomen. Met een beetje ongeduldig soms. Moet je niet op letten, dat valt allemaal mee. Dus moet je gewoon. Goed, ja. Rome is fantastisch. Als je ooit was een beetje. Pardon, sorry. Als je ooit was een ziek de Waardrecht wil meemaken, blij boomman is Rome. Gaan we hier nou iets over Rome doen? Hoe moest dat met je Rome-skipje? Dat was. Ja, volgens mij was het de klad vandaag in Leveren, dus was dat vandaag? Top. Ja. Godzijdank. Het was eigenlijk december. Detail. Goed, ben ik klaar? Ja. Rome, hè? Kom je aan. Heel veel te doen. The show must go on! Ja, mag ik ook doorgaan met de show? Ja, dat ja. Ja, zoals het is. Opzij, maar plaats aan de plaats. We hebben ongelofelijke haast. Ja, mag ik nou. Ja, ga vooral weer je gang. Jongens, ga vooral.
Ja, ga vooral leuk, ga vooral leuk, ga vooral leuk. Ga vooral je gang. Ga vooral je gang. Dames en heren, mijn pianist. Ga vooral je gang. Ja, ik ben klaar. Ja. Wanneer jij het zegt, dan... ja, ben je klaar? Kunnen we nou? Oh, je bent klaar. Oké. Ach, moet ook niet te zeiken, want ik bleef niet eens. Daar komt mijn bij Venetië, wat is daar toch mooi? Het afval ligt er overal, het is een klerenzooi. Ach, mag nog niet te zeiken, het was een reuze fijn. Ja, verdomd, je weet niet hoe het voelt om in Nederland te zijn. We moesten overnachten al in Napels en Florence. Daar buiten op de plaats, ja, daar ging bij de kans. Dat kwam tevoorschijn en we dronken uit de fles. Dat is allemaal leuk en aardig, maar toen zat ik in de les. Toen kwamen wij in Rome aan, dat werd ook wel eens tijd. Daar was ik dus niet bij, tot mijn grote spijt. Dat weten wij nu ook wel, maar eindelijk is door. Ja, verdomd, jij kunt praten, maar waar zit ik hier nog voor? Goed. Stad Rome, zijn hele oude stad. Maar na 5 dagen lang heb je het ook daar eigenlijk wel gehad. Namelijk de San Marco, de Pietro, het Colosseum, het Forum en het Vaticaan en het Olifantje. Raak je aan de stad gehecht. Want als de zon eronder gaat, begint het feest pas echt. Kroegen, pubs en bars, Spaanse trappen. Het is bier, absint wijn naar de bak. Whisky, Martina, spriet, cocktails, van alles, zelfs pure alles. Het was niet te vergeten. Het was iedere avond feest. Ja, laten we maar verder gaan. Het is ook niet allemaal leuk, echt niet. Dan zit je in de bus. Je hebt het helemaal gehad. 10 dagen lopen. En iedere avond zat. Toch had ik het graag meegemaakt. Mij maar eigenwijs. Dit verschijnsel heeft een naam en het is de Rome Reis. Schrijf dan maar snel die scriptie, maar het is een hele klus. Is goed mijn beste kerel, zie ik je volgend jaar weer in de bus.
Ja.